Mijn gast vandaag is Pieter Kobelens, voormalig MIVD-baas, generaal-majoor buitendienst. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, Pieter. Of het Westen onder leiding van Amerika Israël onvoorwaardelijk moet en kan blijven steunen. En de rol van inlichtingendiensten nu. We hebben net al gesproken, laten we met dit punt beginnen. Over waar het is misgegaan richting die aanval 7 oktober. Nu draaien de inlichtingendiensten natuurlijk overuren. Dat mogen duidelijk zijn. Wat verwacht jij nu, wat de voornaamste aandacht krijgt nu bij de inlichtingendiensten? Ja, toch echt het terugvinden van de gijzelaars. Omdat die blijven natuurlijk een onderhandelingschip die de Israëlische vleugel lam maakt. En twee, waar ze de kans en gelegenheid krijgen om Hamas klappen toe te brengen, zullen ze het zeker niet laten. En als ze dat kunnen doen zonder grondoffensief, ja, hoe beter dat is. Dus ik verwacht dat ze op maximale kracht draaien om zoveel mogelijk met behulp van precisie. En dan heb ik het dus niet over de foto's waar we het eerder over hadden, maar met precisie aanvallen. Hamas uit te schakelen, hun strongholds uit te schakelen, hun wapenopslag uit te schakelen. En uiteindelijk blijven ze toch achtervolgen, al duurt het nog 100 jaar. Maar die Hamasleden die gaan er vandaag of morgen echt aan. Denk jij dat ze hebben het woord genomen, in de mond genomen, vernietigen? Waarvan andere mensen ook zeggen, ja, je krijgt het nooit weg. Dat lukt niet. Wat denk jij? Ja, er zijn zoveel bevolkingsgroepen in de geschiedenis vervolgd die er nog steeds zijn, waar de Joden er zelf ook een behoorlijk belangrijke beroep in is. Dus totaal vernietigen zal niet lukken. Maar ik denk dat ze iedere te identificeren Hamas-strijder die zich bemoeid heeft met deze aanval, die worden niet uit. Naar mijn bescheiden mening. Mm-hmm. Als je echt die Hamas goed wil begrijpen, daar sprak ik ook met Ines Polak over. En trouwens ook met Bernard Hammelburg. Dat splitst zich allemaal uit. Hè. Dus je hebt een politieke leiding. Je hebt een militaire leiding. En je hebt nog een onderdeel volgens mij. Help me even. Het zijn drie onderdelen, nee? Jij houdt het bij. Dus een ringenbel. Oké, politiek en militair dus. Waarvan we weten dat de politieke leiding al lang ergens in Qatar veilig en droog zit. Ja. Nou, dat weet jij meer dan ik. Maar dat maakt de Israëli's niet uit. En er zijn films genoeg over wat men gedaan heeft met misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Of na de Olympische Spelen. Uiteindelijk krijgen ze toch wel te pakken. Nee, ik denk dat het grote probleem voor ons allemaal de radicale islam is. Dat is een probleem voor ons allemaal. Ze zijn anti-Israël, maar ook anti-Westers. Mm-hmm. Antivrouw. Het doet allemaal dingen die ver van ons in Nederland staan. Dat maakt het ook zo lastig, omdat wij ons daarvoor gedeeltelijk bij kunnen voorstellen. Ik heb het natuurlijk de ervaringen mee uit wat ik heb gezien in Afghanistan, Irak, waarbij ik opgevoed ben door ouders die zeiden, nou ja, de Holocaust nooit meer, dat gaat nooit meer gebeuren, concentratiekampen, ik heb ze zelf gezien. Mensen veranderen gewoon geen bal, eigenlijk. En wij blijven maar vanaf een redelijk roze wolk met het vingertje wijzen hoe het allemaal anders zou kunnen. Maar ik verzeker je, als je elke dag onder vuur ligt, of wat in Israël toch echt het geval is, in een klein land bent waarbij je voortdurend in staat van oorlog bent, ja, dan ga je toch anders tegen de wereld aankijken. Ja. Dat kan haast niet anders. Dus als het gaat over, moeten wij dat land blijven versteunen, wat je net vroeg, hè, wat onder Verenigde Staten, onder leiding van de Verenigde Staten. Ik vind van wel, maar niet onvoorwaardelijk. Het kan niet zo zijn dat Israël zich niet aan het internationale en humanitaire recht zou moeten houden. Daar kan geen sprake van zijn. Mm-hmm. Bovendien hebben ze een krijgsmacht die dat in principe ook kan. Met die verstande dat hun land zo klein is, ze kunnen niet te veel slagen om de arm nemen, anders is hun land weg. Ja, je noemt een paar dingen nu, oorlogsrecht, humanitair recht, er wordt veel ook, iedereen die heeft daar een mening over en die zegt er wat over. Ik heb vaak het gevoel zonder kennis van zaken. Vind jij dat ook? Ja, dat klinkt een beetje arrogant misschien. Kijk, als het je werk niet is geweest. Ik kom natuurlijk uit de wereld waarbij we internationale operaties moesten deelnemen. Waar heel lang werd nagedacht over wat men dan noemt de rules of engagement. Het moment waarop we wel of niet mochten vuren. Met allerlei veiligheden. Nou, we zien dat we nu een rechtszaak hebben omdat er een munitieopslagplaats in Syrië is gebombardeerd door de Nederlandse F-16's. Wat voor consequenties dat wel of niet zou moeten hebben. Ik weet dat dat zeer serieus wordt gedaan.
gedaan. Maar het blijft geweld gebruiken tegen mensen. Het betekent gewoon dat je mensen doodmaakt. En dat je eigenlijk vraagt, doe me een lol. Maak alleen de hele slechte dood. En zorg er vooral voor dat de alle anderen niet worden geraakt. Ja, of de ellende van meekrijgen. Dat is niet de realiteit van het slagveld. Nee, want ook militairen zijn natuurlijk. Ik ben ook militair. En jij bent net als ik een Nederlandse. En ik heb mijn werk gedaan in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is dus ook jouw schuld. En dat wij militairen hebben. Wij zijn één volk. Dus dat je dan met elkaar afspreekt. Dat de mensen die soldaatje zijn, proberen dat zo veilig mogelijk te laten doen. En zo humanitair mogelijk. En dat zit hem net in het woord mogelijk. En daar wordt altijd gebruik of misbruik van gemaakt. Ja. En als je dan nu naar de huidige situatie kijkt met de informatie. Ik bedoel, je hebt ook niet alle informatie, maar vind je dan dat dat in het geding komt al? Nou ja, wat je met name is, hoort wat iedereen ervan vindt. En dan krijg je foto's te zien wat dat zou moeten ondersteunen. Waarvan ik weet dat er tenminste een gedeelte psychologische oorlogvoering is. En wat we bij Irak destijds ook zagen. Het lijkt het opeens vergeten wie deze ellende allemaal begonnen is. Mm-hmm. En krijg je allerlei soorten frames waarbij met name in het begin Israël werd geweest. Ja, je moet wel een beetje rustig aan doen, want moest je kijken wat er allemaal gebeurt. Toen waren ze nog niet eens warm gedraaid tussen aanleidingstekens. Dus ik snap het wel dat we allemaal graag willen dat alleen de bozerikken worden gepakt. Iedereen zegt ook, ja, ik ben tegen wat Hamas heeft gedaan. Komma, en dan krijg je een enorme puntenlijst waar Israël zich allemaal moet aan houden. En of ze wel of geen wraak mogen nemen. En waar ze allemaal voorzichtig mee moeten zijn. Nou, dat wordt allemaal weer gevoed, omdat we allemaal ideeën hebben uit onze geschiedenis. Over wat Palestina wel of niet zou mogen zijn. Of Israël wel of niet zou mogen zijn. Ik vind dat je dingen maar moet scheiden. Maar als je nu even naar in perspectief van de Gazanen gaat staan. Waarvan een deel bij Hamas hoort, maar een heel deel ook niet. Het grootste deel niet, nee. Nee, ik bedoel, de aanhang is geloof ik 40%. Zover men dat kan becijferen en we er echt wat van weten. Dus 60% niet. Die leven al jaren onder vreselijke omstandigheden. En nu is het alleen nog maar vreselijker. Dus ik vind ook dat we heel erg moeten oppassen met het narratief wat heel snel gedraaid is. Maar je kan ook niet wegkijken. Dat vind ik het moeilijke ervan. Je kan ook niet wegkijken wat er met die Gazanen gebeurt. Nee, dat vind ik ook zeker niet. Maar stel, we hadden een situatie in Nederland. We hebben toen de discussie gehad rond PVV en Vorm van Democratie. Is dat nou iets dat helemaal de verkeerde kant op gaat? En de gekste vergelijkingen getrokken. Wat doen we er zelf als land aan? Wat doe je zelf als bevolking om ervoor te zorgen dat dat soort idioten de overhand niet krijgen? Vergeet niet, Hamas is niet een gekozen organisatie. Die doet op een dictatoriale en misdadige manier. Daar vertelde Bernard over. Ze zijn eigenlijk zelf gekozen door Israël, omdat ze een andere organisatie tegenover zich wilde hebben. Moet iedereen maar. Ja, maar ik bedoel, dan niet gekozen door hun eigen bevolking. Nee. En ze onderdrukken de Palestijnen. En ik vind dat die dingen moet je goed uit elkaar houden. Ik ben voor het uitroeien van Hamas, wat Israël graag wil, zonder dat er ook maar één Palestijnse dode valt. Maar ja, dat is makkelijk dat is gezegd. Niet reëel, dat kan niet. Dat is onzin, dat gaat gewoon niet. Nee. En dan zeg je, we moeten ons niet. Dat zei je eerder, als ik jou goed interpreteer. We moeten niet. Een kant willen kiezen voor de Palestijnen of voor de Israëli's. Je zegt wel dat je snapt dat Israël dit doet. En dat we ook moeten beseffen wat voor impact dit op ons kan hebben als Iran erachter zit en ze tegen het Westen zijn. Dus ik probeer even, moeten we niet juist wel een kant kiezen dan? Nou, we moeten in ieder geval kiezen voor datgene waar wij voor staan. We kiezen voor vrijheid in Nederland. Mm-hmm. En we zijn tegen fundamentalisme. We zijn tegen mensen die andere groepen, andere seksen, andere geloven onderdrukken en zeggen, het moet niet zo, het moet zoals wij dat willen. Dus wat ons groot probleem is, is het islamitisch fundamentalisme, gevoed door een groot land, Iran, die er alle baat bij heeft om de aandacht zoveel mogelijk buiten haar land te vestigen. Omdat het in hun land niet zo goed gaat. En binnen een land ook de grootste uitdaging hebben om de manier waarop ze met hun bevolking omgaan. Mm-hmm. Maar wat moeten wij dan doen uiteindelijk? Ja, in ieder geval wat wij hier kunnen doen is Israël vooral houden aan het oorlogsrecht en ze daar waar mogelijk te helpen met informatie en wapensystemen dat er niet meer doden vallen dan noodzakelijk. En maximaal ondersteunen om fundamenteel islamitische bewegingen totaal te elimineren. En gebeurt dat voldoende als je kijkt naar onze leiders in Europa? Nee, omdat ieder land natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheden en zijn eigen belangen heeft. Als je geopolitiek, ik ben geen politicus, maar als je kijkt naar de Russen, de Iraniërs, Amerika, China,
dat lossen we in dit Big Five half uurtje niet op. Nee. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.